David Guetta samen met Fergie en Chris Willis, Getting Over You. En zoals beloofd hebben we nou onze gast in de studio, Mio Pasveer, die haar eerste nummer gaat zingen. Woe! Is worth living. I stick to my own view and ignore the others. And if life was worth thinking, I'd rather be someone else's brains. If a party was worth dancing, I'd be wasted all night and get back to normal again. And if music was worth making it, I will make him mine. But of course my life is worth it, especially if it's the good life. And I am enjoying my life. And if you don't believe me, then join my was worth swimming. I stayed up all night and watched the sun go down in the sea. And if a pizza was worth eating, I ate lots of with my friends. If music was worth making it, I'd rather bring market to every parties. And if love was worth loving, I couldn't stop looking you in the eyes. But of course my life is worth it, especially if it's a good life. And I am enjoying my life. And if you don't believe me, then join my life, my good life. Sometimes, but I don't care and I smile. Don't keep me under that way. Let me live from the edge of a good life. Baby, it's the good life. Of course, my life is worth it, especially especially if it's a good life. Of course my life is worth it, especially if it's a good, good Eenwoord. Leuk. Geweldig. Hey, Milou. Ja? Hoe heette dat nummer van jou eigenlijk? The Good Life. Heb je die helemaal zelf geschreven? Ja, helemaal zelf. Ik vind het nogal wat. Ja, ik ook. Het klinkt leuk, dus... Ja? Oh, dankjewel. Hey, zeg Milou, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 17 jaar. En wat voor schoolopleiding doe je? Wat voor? Ik zit nu in HAVO 4, maar volgend jaar ga ik een muziekopleiding doen op het ROC Almelo. Oh, ik hoop dat je verder schopt. Hoe lang speel je al gitaar eigenlijk? Nou, eigenlijk anderhalf jaar nog maar. Dus toen ben je wel begonnen en je dacht van, oh, laat eens uitproberen en... Ja, precies. Dan heb je het wel knap gedaan. Volg je nog lessen verder of heb je het helemaal zelf geleerd? Ik heb eerst een jaartje heb ik mezelf aangeleerd en ik zit nu voor ongeveer 3 maanden zit ik nu op gitaarles. Ah, dat is leuk.
Ja, hè? En zanglessen, dat doe je al langer? Of ja, 3 jaar al. Oké. Ja. En welke muzieksoorten speel je vooral? Ja, mijn eigen muziek is ongeveer ja, akoestische poprock met een beetje indie-invloed. Oké. En doe jij veel optredens of heb je een beetje voor jezelf? Of, Ja, ik doe best wel veel optredens. Volgens mij 24 juni, als ik het goed heb, sta ik weer in Metropool. Dus allemaal komen kijken. Ja, natuurlijk. Hoe laat? Volgens mij begint het om 9 uur. Nou, dat is dan een onderdeeltje voor de partyagenda. Ja, of was een voorproefje. Ja, die zijn er straks om 9 uur. Milou, pas weer. Prima. En ik wou nog iets vragen. Oh ja, Milou kwam bij ons binnen en die zegt... Mijn naam is Milou is Your Music. En dat is jouw... Artiestennaam. Ja. En nou, ik denk dat ik er ongeveer doorheen ben al. Ja, nou, zou je nog een liedje willen spelen? Of? Oh ja, tuurlijk. Ja, hoe gaat het hoe heet jouw volgende maar eigenlijk? Ja. Dat heb ik helemaal vergeten te vragen. The Good Life. The Good Life. Het vroege ja, logisch. Het goede leven. Het staat ook mooi op je gitaar trouwens. Ja, heel mooi op je gitaar. Ja, ja, dat kunnen jullie natuurlijk allemaal niet zien. Nee, maar nou weten ze het in ieder geval wel. Ja. Oké. Okay. En welk liedje ga je nu spelen? Anytime, Anywhere. Ongeveer hetzelfde, zo'nzelfde soort liedje als... Ja, nu een beetje rustiger nummer. Hey, trouwens, nog heel even. Voordat Milou begint. De oplettende luisteraars hebben Milou al eerder kunnen horen hier op Radio Bagenda. Ja, dat klopt. Met Dirty Flirty zo. Oh ja. Die hebben al een keer gedraaid op Radio Bagenda. Een paar keer zelfs. Ja, meerdere keren. Ja. Je was een jaar terug of zo was dat een keer. Ja. Ja. En trouwens, helemaal vergeten. Gefeliciteerd nog met je... 17e verjaardag? Nee. Of wat is het? Ja, ik weet niet. Met de Pulse Contest. Ja. Die hebben ze gewonnen. Oh, dat wist ik niet. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Meneer de Cultuurhuis. Voorbereiding. Ja, voorbereiding. Lekker zitten. Research. Ze gaat even haar volgende nummer spelen. Oké, is goed. Ja. En we laten ons weer verrassen. Brandlos. Joe. Right now, but I don't think I can pull something out of this conversation. As silence follows the other ones, and I don't know where this crap began. 'Cause we're talking about nothing right now. I want to say how I feel, but I don't think you can understand the way that I'm thinking right now. Because I like you. The first kiss, a day I will never miss. But I don't think you are feeling the same. And what you would think about last night, and maybe it was my fault that it happened this way. 'Cause I like you. Or am I just a girl for some Saturday? Because I like you. Ooh.
Dankjewel Milou dat je hier in de studio wil komen. Graag gedaan. En ja, misschien horen we een andere keer dat terug hier. Misschien met het nummer dat we al eerder in de computer hebben staan. Dirty Flirty Song. Ja. Kunnen we altijd doen. En als je cd moet je gewoon opsturen. Ja, dat gaan we doen. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, geen dank. Tot een andere keer. Ja, doeg. Oké, dan gaan we nu door met Waka Waka van Shakira.